Welkom bij het lekkerste boeket van Nederland. Hoi, ik ben Sarah en ik ga jullie laten zien hoe je met al deze prachtige groenten en fruit een barbecue boeket kan maken. Dat is lekker om op te eten, maar staat ook fantastisch op tafel. Nou, we beginnen met die mais. We vouwen ze open. Nou, we doen hier eventjes een mooi draadje om. En die zetten we op een stokje. Paprika. We hebben allemaal van die leuke krommingen erin. Nou, en we doen ook eventjes dat tapeje erom om te voorkomen dat het gaat uitdrogen. En dan gaan we verder met de roosvaar aardappeltjes. Nou, die zetten we ook gewoon op een klein stokje. Nou, deze asperges, als je het stokje erin steekt, steek hem niet te ver erin. Anders splijt hij hier en is het niet meer stevig. Nou, wat doen we nog meer in het boeket? Lenteuitjes. Op een stokje zetten. Nou, die spersieboontjes. Gaan we even wat anders doen. We bundelen ze mooi. Een touwtje. Die draaien we goed strak aan. En voilà. Heerlijk, die knoflook. Ja, en dan, oh, de limoentjes. Nou, we hebben mooi die rozemarijn. Daar hebben we eventjes de onderkant van schoongemaakt. En we steken hem er weer zo in. Nou, nu gaan we eigenlijk met het spannendste beginnen. Het boeket in elkaar zetten. De mais. Paprika. Asperges. Nou, en natuurlijk die aardappeltjes. De mooie uitjes. Hier zit een knoflookje. Daar zit een knoflookje. En de spersieboontjes. Ja, en als finishing touch, de rozemarijn. Nou, zo maak je nou een prachtig barbecue boeket. Voor wie zou jij dit boeket willen maken? Laat een berichtje achter. En wie weet, ga ik het je leren. Veel plezier en eet smakelijk!